رحم الله من قرأ سورة الفاتحة على خادم فاطمة الزهراء عليه السلام والمدافع عن الإمام المهدي سلام الله عليه، العلامة الفقيه السيد محمد علي الحلو رحمة الله عليه. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خير الأنبياء والمرسلين أبي الزهراء محمد. وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين، واللعنة الدائمة على أعدائهم من الآن إلى قيام يوم الدين، آمين يا رب العالمين. قال تعالى في القرآن الحكيم: بسم الله الرحمن الرحيم، قل لا أسألكم عليه أجرا إلا المودة في القربى، صدق الله العلي العظيم. أيها الإخوة، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عظم الله أجرنا وأجركم باستشهاد الإمام الحسين صلوات الله وسلامه عليه. خسترن هضبايت أوفر السيد قاسم ابن الحسن عليه السلام أن بكون دهلاس زنبي أخرفي نيت أفماكن وبليفن باي القاسم ابن الحسن عليه السلام ان اتسلخت في الفنكر بلاء ان بزايدن دطر ميدر فراخن وارن اوفر دي اهل البيت عليهم السلام ان اوفر دي اسلام ان اتالخمي زو زينر بفوبط فراخن اوفر القاسم ابن الحسن عليه السلام اوفر زين ليف تايد بفوبط ورم امام الحسين عليه السلام القاسم ابن الحسن عليه السلام ان سمخ اوفر ليفرينن هيودا ان من فراو ان انتورت هيروب تن ارست امام الحسين صلوات الله وسلامه عليه هيفت ده فربلختنا فان ده اسلام فولدان ان كربلا باي فوربلد هات خبت als wij volgelingen van imam al-Hussein عليه السلام zijn, dan moeten wij ons aan ons gebed houden. Dan moeten wij weten hoe wij moeten bidden. Wat wij moeten doen voor het gebed. Wat de regels zijn. Wat de ahkam zijn van het gebed. Wat de ahkam zijn van al-wudu bijvoorbeeld. Waarom wij op een torba bidden. Het zijn allemaal belangrijke vragen waarop wij moeten antwoorden. Maar helaas hebben wij daar geen tijd voor om deze vragen te beantwoorden. We gaan terug naar al-Qasim ibn al-Hassan alayhi salam. We zeiden dat imam al-Hussein salamullahi alayhi het gebed leidde in Karbala. En imam al-Hussein salamullahi alayhi, tot de antwoorden hierop is dat hij het geloof, de iman van al-Qasim ibn al-Hassan alayhi salam wou voltooien en daarom hem huwde op de dag van Karbala. Dit is een antwoord op deze misconceptie. En er zijn heel veel shubuhat en vragen. Daarom zeg ik tegen jullie: sallu ala Muhammad wa ala Muhammad. Allahumma salli ala Muhammad wa ala Muhammad. Daarom zeg ik tegen jullie: als jullie vragen hebben over de islam, als jullie vragen hebben over Karbala, als jullie vragen hebben over Ashura, kom naar mij toe, dan help ik jullie verder. Terug op ons onderwerp. De afgelopen nachten hadden wij het gehad over slavernij in de islam. En specifiek mulk al-yamin. Er zijn verschillende vragen over mulk al-yamin. Die heb ik met jullie behandeld. We hadden 9 hoofdstukken. Er zijn nog 3 hoofdstukken over. Die ga ik met jullie behandelen vandaag. 3 hoofdstukken en dan zijn we klaar met dit onderwerp.
Sallu ala Muhammad wa ali Muhammad. الثانية غفر الله لي ولكم على محبة فاطمة الزهراء عليه السلام الثالثة بأعلى أصواتكم We zeiden dat wij vragen hadden over slavernij binnen de islam. En we hebben we hadden 9 vraagstukken. Ik heb er al 6 behandeld, er blijven er nog 3 over. Vraag nummer 7 was, hoe komt het dat het Westen zo negatief doet over de islam vanwege slavernij? Antwoord, er zijn helaas personages die op naam van de islam zwart maken. En zij hebben misbruik gemaakt van de islam. Zo hebben zij bijvoorbeeld, om economische redenen, hebben zij slaven bijvoorbeeld verkocht. Ze hebben meegedaan aan slavernij in Afrika bijvoorbeeld, in Europa. Ze handelden daarin. Representeren zij de islam? We zeiden gisteren, nee, zij representeren de islam niet. Waarom representeren zij de islam niet? Omdat zij niet tot de volgelingen van de Ahlul Bayt, alayhum assalam, behoren. Dit zijn geen shia van Ahlul Bayt, alayhum assalam. Daarom accepteren wij hun daden niet. Net als dat wij bijvoorbeeld vandaag de dag de daden van Daesh, la'natullahi alayhum, in Mosul bijvoorbeeld weigeren. Dat zij bijvoorbeeld vrouwen verkopen. Daarom weigeren wij ook dat 1000 jaar geleden, 500 jaar geleden, 100 jaar geleden, gisteren, vandaag, nu, de ideologie wat buiten het shiïsme valt, wat buiten de school van Ahlul Bayt alayhum assalam valt, weigeren wij. Heel duidelijke taal. De profeet sallallahu alayhi wa alihi wa sallam bracht zijn vingers bij elkaar en zei, ik laat 2 belangrijke dingen achter voor jullie. Al-Thaqalayn. Het eerste is het boek van Allah, het tweede mijn Ahlul Bayt alayhum assalam. Ik herinner jullie aan mijn Ahlul Bayt. Alles en iedereen die buiten de Ahlul Bayt alayhum assalam valt, weigeren wij. Kom niet met namen die schuldig zijn aan moord en aan misdaden. Kom met 12 namen. Vanaf Amir al-Mu'minin, Ya'sub al-Din, al-Imam Ali, salawatullahi wa salamuhu alayh, tot aan Imam al-Mahdi, ajalallah ta'ala farajah al-Sharif. Dit zijn onze imams. Jullie mogen kritiek hebben. Dit is naar het Westen. Jullie mogen kritiek hebben op deze 12 namen. Alles daarbuiten van andere stromingen tussen 2 haakjes, andere religies, representeert mij niet. Als een ander misbruik maakt van de islam, zijn wij daar niet verantwoordelijk voor. Sallu ala Muhammad wa ali Muhammad. Punt nummer 8 was de christenen. De christenen hier in Nederland hebben shubahat, misconcepties over de islam, omtrent slavernij. Hetzelfde antwoord als het vorige antwoord. We zeggen weer, jullie kijken naar de verkeerde boeken. Jullie kijken niet naar de woorden van Ahlul Bayt, alayhum assalam. Tips, ik geef ze tips. 1. Kijk naar bijvoorbeeld hoe de Ahlul Bayt alayhum assalam omgingen met slaven. Kijk hoe imam Zainul Abidin salawatullahi wa salamuhu alayhi regels opstelde tot het opvoeden van slaven en om hen te bevrijden.
Ten tweede, Amir al-Mu'minin, salamullahi alayhi, in sommige overleveringen heeft hij er meer dan 1000 bevrijd. 2. 3. Al onze imams, alayhum salam, we zeiden in de vorige nachten, sallu ala Muhammad wa ali Muhammad. Al-thaniya, ghafrallahu li wa lakum. على محبة فاطمة الزهراء سلام الله عليها الثالثة بأعلى أصواتكم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهما وزايدن de christenen die hebben misconcepties hierover. We zeiden, ga terug naar onze imams عليهم السلام, ga terug naar Rasulullah sallallahu alayhi wa alihi wa sallam, ga terug naar onze boeken, bijvoorbeeld Kitab al-Kafi, Bihar al-Anwar, Men la yahdaruhu al-Faqih, Wasa'il al-Shi'a, etc. Nog heel veel andere boeken. Er zijn verschillende ulama, geleerden, die hebben geschreven over het bevrijden van de slaven. Het christendom kijkt verkeerd, kijkt vanuit een verkeerd ooghoek naar de islam toe. Zij houden zich aan verkeerde boeken. Dit is waarom zij misconcepties hebben, vragen hebben. Bijvoorbeeld, ze kijken vooral naar de Sunnitische boeken bijvoorbeeld. Dit is waarom er bijvoorbeeld ook politieke partijen hier in Nederland, of tussen twee haakjes theologen, de islam verkeerd begrijpen, is omdat ze de verkeerde boeken openslaan. Dus is het aan ons, wij die Nederlands spreken hier in de zaal, om de islam op een correcte manier te begrijpen. Hoe doen we dat? Ilm, taqwa, akhlaq. 1. Ilm heb je nodig, kennis. 2. Taqwa. Geloof heb je nodig. 3. Akhlaq, met een goede manier, op de juiste manieren, vertel je de islam aan deze mensen. Om ilm te krijgen, om kennis te krijgen, is de Arabische taal heel belangrijk. Deze vragen die het Westen heeft, hoe heb ik ze kunnen beantwoorden deze nachten? Door middel van de Arabische taal. Als ik de Arabische taal niet kon beheersen... dan kon ik deze vragen niet beantwoorden. Nog een stapje verder. Het probleem van de christenen is, zij hebben een huis van glas. En zij gooien met stenen naar mensen. Dat is een voorbeeld. Als jouw huis van glas is, gooi geen stenen naar andermans huis. Want jouw huis is zo te breken. Het probleem van hen is dat zij de islam bekritiseren vanuit een verkeerd oogpunt, zeiden wij. 1. Ten tweede, zij zijn zelf verantwoordelijk voor slavernij. In Portugal bijvoorbeeld, in Spanje bijvoorbeeld. Ik heb jullie het boek laten zien waarin het Nederlands Koninkrijk misbruik heeft gemaakt van mensen in Indonesië bijvoorbeeld. En bijvoorbeeld Suriname en in nog andere landen. Hier is het Nederlands Rijk voor verantwoordelijk. Daar zijn zij voor verantwoordelijk. Dus zij moeten eerst kijken naar hunzelf voordat ze naar iemand anders gaan kijken. Wij zeiden Abu Dharr al-Ghifari, rahmatullahi alayh, 1400 jaar geleden roept hij op tot het bevrijden van slavernij, tot het verbieden van slavernij. Rasulallah sallallahu alayhi wa alihi wa sallam roept op tot het verbannen van slavernij. Wanneer werd het verboden in Europa? Pas in de 19e eeuw. En zelfs toen gingen ze verder. Ik wil het niet hebben over de misdaden in de Eerste en Tweede Wereldoorlog, de mensenhandel die tot de dag van vandaag aanwezig is. Islam zegt, dit is verboden. Het is verboden om mensen te onderdrukken. Het is verboden om dieren te onderdrukken. Het is verboden om een samenleving, om een maatschappij te onderdrukken. Dat is waarom imam al-Hussein, salawatullahi wa salamu alayh, in opstand kwam tegen Yazid. Dit is de reden. Dit is waarom Sayyida Fatima, salamullahi alayha, in opstand kwam destijds tegenover de corrupte regering. Dit zijn de Ahlul Bayt, alayhum assalam. Dit zijn wij, volgelingen van Ahlul Bayt. Wij Shia, wij verwerpen elke vorm van onderdrukking.
ongeacht de persoon die het is. Ook al zou een persoon, kijk vandaag de dag bijvoorbeeld naar Irak, naar Irak. Kijk naar hoe corrupt, kijk naar de façade die aanwezig is in Irak. Die op naam van het shiïsme wordt gedaan. Wat zeggen wij als shiïa? Wij verwerpen hen. Maakt niet uit wie het ook is. Wij verwerpen hen. Wat doet de Nederlandse regering? Jullie hebben allemaal een paar weken terug gezien hoe de minister van Binnenlandse Zaken racistische opmerkingen maakt over de Nederlandse burgers. Hebben ze hem weggestuurd? Nee. Jullie hebben allemaal gezien hoe minister Grapperhaus Daesh-leden, IS-leden hier in Nederland wilt beschermen. Sinds 2014 zeggen wij, sluit de plekken van Ibn Taymiyyah. Den Haag zit vol met ideologie, aqide van Ibn Taymiyyah. Nederland, grijp in. Nee, we grijpen niet in. Charlie Hebdo gebeurt. Nederland, grijp in. Nee, ze grijpen niet in. Nederland zegt, wij zijn tegen jihad. Jullie waren de eerste die jihad van Daesh en van Ahrar al-Sham hebben gesteund in Syrië. Kijk hoe onrechtvaardig ze zijn. En wanneer je spreekt, niemand die het hem uitmaakt. En dan geven ze de islam de schuld. Ik vraag aan de gemiddelde Nederlander. Wees rechtvaardig. De islam is in Najaf al-Ashraf en in Qum al-Muqaddas. Heeft de hauze van Najaf al-Ashraf of Qum al-Muqaddas ooit deze praktijken goedgekeurd? Nooit. Nooit heeft de hauze van Najaf al-Ashraf of van Qum al-Muqaddas gezegd, jullie moeten deze praktijken uitvoeren. Wie is hier verantwoordelijk voor? Het Westen. Het Westen heeft geld gestuurd naar deze terroristische organisaties in Syrië. Eén. Ten tweede, het Westen heeft een podium gegeven aan de ideologie van Ibn Taymiyyah en Ibn Baz en Ibn Uthaymeen, etc. Dit is het probleem. Wil je het oplossen, kom naar Ahlul Bayt, alayhum assalam. En vanuit deze minbar zeg ik, wij roepen op tot een dialoog met jullie. Als jullie het dialoog accepteren, jullie zijn van harte welkom. Ons negende punt, dat was het laatste punt wat ik met jullie wou behandelen, deze Muharram, Milk al-Yamin en de Maraji. Ik zelf heb de Maraji bezocht in Qum al-Muqaddas, waaronder een van de ulama, Sheikh Mehri Tabrizi, hafadahullah. Ik vroeg aan hem over wat de islam zegt over Milk al-Yamin. Sheikh Mehri Tabrizi, hafadahullah, zei tegen mij, Milk al-Yamin is enkel toegestaan in de tijd van een ma'soom, van een onfeilbare. Dat is één. Ten tweede, Ayatollah Sayyid Ali Sadr, hafadahullah, zei tegen mij, dat is wat ik jullie ook de afgelopen nachten heb verteld. Hij zei tegen mij, dit is een school, een opvoeding voor de maatschappij. Mensen die jarenlang zijn onderdrukt, die komen binnen een maatschappij. Ahlul Bayt alayhum assalam zeggen, wij voeden hen op 1 jaar lang, we maken van hen ulama. En het beste voorbeeld wat ik jullie gaf was van As-Sayyida Safiyya al-Lu'lu'a alayhi salam. As-Sayyida Safiyya al-Lu'lu'a alayhi salam was de vrouw van imam Ja'far al-Sadiq, salamullahi alayhi. Onze vijfde imam, imam Muhammad al-Baqir alayhi salam, kocht As-Sayyida Safiyya al-Lu'lu'a alayhi salam vrij vanuit Noord-Afrika. En huwde haar met onze zesde imam en zijn zoon, imam Ja'far al-Sadiq, alayhi salam. Zij was een slavin. Zij kwam bij imam Ja'far al-Sadiq, alayhi salam. Zij werd een professor. Zij gaf les op alle gebieden in de maatschappij en de islam. Van slavin tot professor.
Dit is wat de islam wilt en bedoelt met al-abd, al-raqan, al-kalamin. Dit is wat de islam bedoelt. Deze mensen die onderdrukt zijn, wij maken van hen ulama. Heel groot verschil tussen wat het Westen eerst dacht en wat wij nu hebben laten zien aan jullie. Dus is het verplicht aan jullie om deze verhalen één voor één te vertellen aan hen. Zodat ze begrijpen wat de islam over slavernij zegt. Sallu ala Muhammad wa ala Muhammad. Dit was slechts de afgelopen 6 nachten hier in Husseiniyat al-Zahra alayhi salam. Dit was slechts een introductie van het onderwerp. Als ik tijd had, zou ik jullie veel meer vertellen over de ahkam, over de aqida van Ahlul Bayt alayhum salam. Maar mijn tijd is zeer kort. Heb je een vraag? Ja, wat is je vraag? Ze hebben de slavernij verboden. Ja. Yeah. Salam Allah. Hoe kan het nog steeds in hun tijd dat er nog steeds slaven waren, waar ze de slaven kochten en bevrijden? Daar heb ik al op geantwoord. Ik zei, Ahsan, dit is een belangrijke vraag die ik afgelopen nacht ook al heb beantwoord. Maar nog een keer. De vraag is, waarom hebben de Ahlul Bayt alayhum salam slaven vrijgekocht en hen opgevoed? Antwoord. Ten eerste, wij zeiden de islam heeft haar oplossingen voor corruptie binnen de maatschappij. De islam heeft haar oplossingen voor armoede. De islam heeft haar oplossing voor alcohol. De islam heeft haar oplossing voor wangedrag, voor vandalisme, voor mishandeling, voor het onderdrukken van de vrouw. Daar heeft de islam allemaal oplossingen voor. Eén voor één. Maar die oplossingen kosten tijd. Als wij bijvoorbeeld vandaag de dag hier in Nederland, bijvoorbeeld de Nederlandse maatschappij, wordt het erover eens dat alcohol bijvoorbeeld een slechte invloed heeft binnen de maatschappij. En we willen het verbieden. Kunnen we het direct verbieden? Nee. Je gaat zwarthandel krijgen, je gaat criminaliteit krijgen. Dus de islam neemt haar tijd. Wat hebben Ahlul Bayt alayhum salam gedaan? Ze hebben gezegd, wij gaan wetten en regels opstellen. Bijvoorbeeld, als jij tijdens Ramadan bewust jouw vaste verbreekt, je moet een slaaf bevrijden. Als jij bijvoorbeeld de edele Koran hebt en jij zet jouw rechterhand erop en jij zweert op iets wat fout is, dus jij liegt op naam van de Koran al-Karim, islam zegt, je moet een slaaf bevrijden. Het is verplicht op jou. De islam heeft uit mijn analyse 15 wetten vastgesteld om slavernij te verbieden. Ahlul Bayt alayhum salam zeggen, deze slaven, wanneer jij ze vrijkoopt, wat gebeurt er? Ze hebben een mentaliteit gehad van 30, 40 jaar lang onderdrukt, geen werk, geen salaris. Ze waren jarenlang onderdrukt. Als je ze direct vrijlaat binnen de maatschappij, wat krijg je dan? Een groot deel heeft geen huis, heeft geen inkomen, heeft geen vrouw, heeft geen school, heeft geen taal, heeft niks. Islam zegt, in plaats van dat deze mensen op straat blijven, op zijn minst geef ze 1 jaar lang een cursus bij de moslims thuis. Hoe moet je koken? Wat is de islam? Hoe moet je bidden? Hoe moet je vasten? Hoe krijg je jouw inkomen? Hoe krijg je een vrouw? Zijn ze niet getrouwd? Moeten ze trouwen? Daar is de islam voor verplicht. Baitulmaal is daar verplicht voor. Hebben ze geen kleding? We zeiden Amir al-Mu'minin, salamallahu alayhi, wat deed hij met Qanbar? Imam Ali, salamallahu alayhi, had 5 dirham. 3 dirham heeft hij aan Qanbar gegeven om kleding te kopen. 2 voor Imam Ali, alayhi salam. Abadar al-Ghifari, rahmatullahi alayhi, hij had 1 kledingstuk, 1 kledij, heeft hij in 2 gescheurd. De helft voor zijn slaaf, de helft voor zichzelf. Dus de islam zegt, neem je tijd, leid deze mensen op, totdat ze een level hebben bereikt dat zij stabiliteit hebben binnen de maatschappij, dan laat je ze vrij. Kijk bijvoorbeeld hier in Nederland. Sommige mensen hebben kritiek op de integratie in Nederland. Waaronder bepaalde mensen bijvoorbeeld de Nederlandse taal niet goed
spreken of bepaalde wetten hier in Nederland niet begrijpen. Hoe komt dat? Deels door de Nederlandse staat zelf. Zij investeren te weinig in hun volk, in hun mensen. Dan krijg je dat soort gevolgen. Dat is een punt. Een ander punt is, de vijanden van Ahlul Bayt, alayhum assalam, hebben misbruik gemaakt van slavernij. Bijvoorbeeld in de tijd van Uthman ibn Affan. Hij heeft slaven misbruikt. Omar ibn al-Khattab heeft slaven geslagen bijvoorbeeld. Als hobby. Je had nog een voorbeeld. Harun al-Rashid bijvoorbeeld. Harun al-Rashid, la'natullah alayhi ahsantum. Harun al-Rashid. Hij ging schaken met zijn slavin en heeft ontucht met haar gedaan. Dit is een verkeerde islam. Dit is geen islam. Dit is... Dus de Soenitische Khilafa die hadden die slaven behouden aan de beter. Ahsantum, صحيح كلامك صحيح أن المخالفين مع الأسف الشديد جابوا أحكام بعيدة جدا عن أهل البيت عليهم السلام دخلوها باسم الإسلام باسم التشيع واستخدموها ضد العبيد يعني عن طريق ظلم صحيح هذا الكلام كلامك صحيح يعني فلذلك رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أوصى بالثقلين وندعو المخالفين أن يتمسكوا بالثقلين حتى الغرب يتغير صورتهم عن الإسلام وعن أهل البيت عليهم. إن شاء الله الجواب واضح يعني. عندكم سؤال آخر؟ الحمد لله. أخوانا هاي كانت آخر محاضرة باللغة الهولندية وأنا جدا آسف إذا قصرت وياكم. الله يحفظكم. طبعا عندي فقط ملاحظة واحدة. أخواني هذه المجالس استثمار للشباب. واحد لما يجيب ابنه أو بنته عمرهم 4-5 سنوات هذا استثمار. بعد 10 سنوات 15 سنة تشوف شقد شبابكم استفادوا. هذه النعمة. الله سبحانه وتعالى وفقنا أن نخدم الإمام الحسين سلام الله عليه. إما هذه الليالي هذه العشر الليالي متكفي يعني إحنا لازم نتعاون ندعو للشباب إذا عندهم أي سؤال ممكن تأخذون رقم تليفوني وممكن يسألوني أي سؤال أنا أجاوب عليه لكن البيت مهم واحد إذا يريد يربي أولاده على طريق أهل البيت عليهم السلام لازم عنده صبر أولاً ثانياً لازم عنده إخلاص ثالثاً لازم عنده التقوى خصوصاً في داخل البيت وهناك أحكام كثيرة ما نقدر الآن نتطرقها بسبب الوقت لكن أنا إيدي مادها لكم فاللي يريد يتعاون وياي أنا بخدمتكم وبخدمة هذول الشباب إن شاء الله تعالى أنا أتمنى كل سنة أعيد هذا الكلام أتمنى هذول الشباب ولا واحد من عندهم يصعد على المنبر ويتكلم عن سيرة الإمام سلام الله عليه وعادي لي ما بها شيء يعني بالعكس كل واحد كل هذول الشباب ممكن يكونون علماء باشر عقبة يخدمون التشيع في هولندا في أوروبا احنا لازم نشجعهم وعادي إذا يخطئون ماكو أي مشكلة نساعدهم نوضح لهم نعلمهم فإن شاء الله تعالى الله سبحانه وتعالى وأهل البيت عليهم السلام يوفقونا أن نخدم التشيع في هولندا وعدنا مشروع أولا طبعا تشوفون المحاضرات ننشرهن على الموقع شيعة NL ثانياً عن قريب إن شاء الله تعالى راح نفتح موقع باللغة الهولندية لتعريف الهوية الشيعية في هولندا أحسن الله عليكم ثالثاً عندي بعض الكتب ترجمتها إلى اللغة الهولندية لبعض العلماء منهم سماحة آية الله السيد علي الميلاني حفظه الله
inshallah hadhih al-kutub rah natba'ha wa nuridha min wazza'ha 'alaykum. Fa illi يعني اللي يرغب بهذه الكتب خلي يراجع الموقع على الفيسبوك أو يتواصل وياي شخصيا. وأنا جدا أشكركم وطولنا عليكم وآسفين على التقصير. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين وصلى اللهم على سيدنا محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. السلام عليكم.